Mensen die in Nederland dit zien, ja. Sorry, Suriname is veel leuker. Sorry. We hebben vanmiddag even kort doorgenomen. Maar het wordt, ik ga één stuk van Apoplectic zelf meespelen. En een stuk van Tina Turner en een stuk van Amy Winehouse. Ik heb wel met Surinaamse muzikanten gespeeld in Nederland, maar ik heb niet met een echte Surinaamse band en zeker niet hier gespeeld. Nee. De kerels van Fruit zijn heel erg spontaan, heel erg easygoing. En we hebben nooit geoefend met ze, stappen op het podium, eventjes afspraken gemaakt en we worden gewoon als een smooth sailing. Nederlandse jazzband hier, die op internationale podia heeft gespeeld, North Sea, etc. Het is Bruce, in Nederland zeer bekend. Ja, we zijn zeer enthousiast. Ik heb het zelf nog niet live gezien, maar op film wel. Het is een, toch wel een beetje een jongere kant van jazz, als je mij vraagt. Ze noemen zichzelf een beetje een super jazzband. Het is een beetje niet oud, maar net een beetje nieuwer dan de nieuwe stijl van jazz. Dus, ja, short feature wat. Laatste nummer spelen, want anders overlijden we ter plekke, denk ik. Ik wou het Suriname Jazz Festival hartelijk bedanken voor de uitnodiging en voor de goede zorgen. En ja, applausje, dames en heren. Jullie kunnen ook nog gratis hier naartoe, hè? Niet normaal. Hartelijk dank ook Nederlandse ambassade Ernst Norman, hij zit daar, heel belangrijk, meneer. Dankjewel voor de uitnodiging, dankjewel voor... Anders waren we hier nu niet. Dank je wel. We gaan afsluiten met ons
dansnummer, dames en heren. Dus u begrijpt wat u moet doen. U moet allemaal dansen. Dank u wel. Nog eenmaal, dit is Felix. Yeah, dit is Thomas. Mijn naam is Maarten. Dit is Bob. Het laatste nummer heet Surf. Dank je wel. Tot volgend jaar. Mensen die in Nederland dit zien, ja. Sorry, Suriname is veel leuk. Sorry. We hebben vanmiddag even kort doorgenomen. Maar ik ga één stuk van Apoplectic zelf meespelen. En een stuk van Tina Turner en een stuk van Amy Winehouse. Ik heb wel met Surinaamse muzikanten gespeeld in Nederland, maar ik heb niet met een echte Surinaamse band en zeker niet hier gespeeld. Nee. De kerels van Fruit zijn heel erg spontaan, heel erg easygoing. En we hebben nooit geoefend met ze en stappen op het podium, eventjes afspraken gemaakt en we worden gewoon als een smooth sailing.